Vito Wormgoor, dat ADO Den Haag 4 punten pakt uit wedstrijden tegen PSV en Twente, dat is tot daaraan toe en dat is fantastisch. Maar als jij er ook nog doelpunten gaat maken? Ja, dan wordt het helemaal mooi natuurlijk. Haal nog eens terug, met het hoofd naar de grond gekopt. Ja, ik denk, ze zeiden gelijk van, je hebt die goal van Luc de Jong, of in ieder geval hoe hij kopt, heb je goed onthouden. En hij zat er inderdaad lekker in, tegendraads. Ik zag de bal komen en ik kon voor me maar een achterman komen en zoals een schuimbeweging. En toen kopte ik hem in de verre hoek. Zeg maar. Waren jullie nou zo goed of stelt Twente gewoon niet zoveel meer voor? Nou ja, kijk, je ziet aan alles natuurlijk dat Twente heel goed kan voetballen. En dat ze de draai nog even moeten vinden, dat is ook wel duidelijk natuurlijk. Ze hebben twee centrale mannen die volgens mij zijn het slachters achterin. En je weet dat die iets minder zijn in het voetballende opzicht. En daar hebben we volgens mij goed op ingespeeld. We hadden in de beginfase hadden we een beetje last met ze. Zij konden goed combineren. Eigenlijk wilde de wedstrijd kunnen ze wel combineren, maar ze werden eigenlijk niet echt dreigend. Dan mag het van ons wel. Dan mogen ze de bal hebben, mogen ze combineren, maar tot daar en niet verder. Dus nu kijk naar het elftal. Achterin staat het zoals het afgelopen seizoen ook stond. Het middenveld lijkt heel goed op elkaar ingespeeld. Met Christensen, met Bakker, met Albert die dan weliswaar moet uitvallen. Maar voorin loopt het ook als een trein met 3 nieuwkomers die hard werken, die doelpunten maken en elkaar kunnen vinden. Ja, dan moet ik toch ook wel een compliment geven denk ik aan de club. Heel gerichte inkopen gedaan aan de trainer natuurlijk. Die zich hard maakte voor de jongens die erbij zijn gekomen. Ja, je ziet dan alles dat ze, onze buitenspelers heel veel ervaring hebben. Edu die naar binnen buitenom kan. Eduard Duplan die binnenom buitenom kan gaan en binnendoor. En een balletje goed vast kan houden. En zo mannen kan binden. En Schaken, dat spreekt voor zich denk ik. Als je ziet wat hij allemaal bolwerkt, dan vol lof natuurlijk. En ja, dan hebben we een spits erbij. Ja, die balletjes ook nog maakt. De volgende keer kopt hij er denk ik nog eentje in. Dan had ik net Adkila en John van Zweden op de radio live. En die zeggen, ja, kom op jongens. ADO mag zich nu wel gaan uitspreken dat het eigenlijk wel gewoon voor de play-offs om Europees voetbal mag gaan. Is dat in de euforie allemaal nu gezegd of is het realistisch? Nou, je moet natuurlijk kijken. Het is in het begin van het seizoen. Wat ik net al zeg, Twente heeft misschien zijn draaihoek nog niet gevonden. Zijn goede voetballers. Spits, die moest ook niks te draaien nog vinden. Stond natuurlijk wel tegen een wereldverdediger even te voetballen vanavond. Dus de heer Wormgoor? Nee, maar met alle gekkigheid op een stokje. Ik bedoel, het is nog vroeg in het seizoen. Er kan nog van alles gebeuren. Wij moeten nu maar gewoon zorgen dat we dit als groep, hè, niet als elftal, maar als groep. Want ik vind dat we een hele goede groep hebben. Jong, oud, ervaring, een paar clowntjes ertussen. Ik vind dat we daar goed op kunnen voortborduren. Wie zijn die clowntjes? Meijers en misschien die keeper. Ja, die doet ook wel eens rare dingen. Ja, die scoorde onlangs volgens mij nog een keer met zijn hakkers. Nee, maar gewoon een heel leuk team. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is.